Mijn gast en zijn biceps strijden tegen onrecht. Zo grilde hij John de Mol in zijn online programma Boos. En voor Pak de Macht sprak hij onlangs Schipholbaas Dick Benschop. Zullen we afspreken dat als het over 3 maanden nog zo is, dat u dan opstapt en het iemand anders laat doen? Zullen we afspreken dat u dan langskomt en die vraag weer stelt? And the rest is history. Laat je horen voor Tim Hofman! Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Hoe gaat het? Goed. Nou, wat heerlijk, hebben we dat ook afgerond. Ja. We zagen dat fragmentje van jij interview Dick Benschop. 2 weken later stapt hij op. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb nog iedere dag gebeld. Nee, ja, het was een stevig interview. Ik weet niet of het er aan bijgedragen heeft, maar ik geloof graag van wel. Ja? Ja? Het is niet dat je er bevestiging van hebt gekregen? Nee. Nee. Ik sprak een journalist en die zei, nou, zoiets zou nog best wel een duwtje kunnen geven. En hij is natuurlijk wel een sociaaldemocraat, dus hij ergens zou die een hart moeten hebben. Dus ja. Misschien helpt het dan toch. Ik vind eigenlijk dat iedereen die jij laat vallen, dat je daar een tatoeëertje van moet nemen. Dick Benschop. Heb je van Dick Benschop? Nee, oh, okay. ik ben een naïeve klootzak. Oké. Okay. En hoe is het dan, je hebt dit was een pittig interview. Hoe is de sfeer dan na zo'n gesprek? Specifiek bij Dick was dat niet heel gezellig. Nee. Nee. Het heeft een paar scenario's. Hè. Soms heb je gewoon iemand die denkt dat hij het heel goed gedaan heeft. En dan, oh ja. En dan is dat eigenlijk niet zo. Voorbeelden? Nou, we hadden afgelopen winter iemand. En soms is het gewoon achteraf... Gewoon, ja, dan is het zo snel mogelijk de camera uit allebei. Het is ook niet matten of elkaar nog even... Nou, dat was niet tof, maar gewoon... Kut. Dus John de Mol dacht dat hij het goed had gedaan. Oké. Ik zie dat je de moeite... Nee, maar je krijgt ze wel om te spreken. Dick Benschop en John de Mol, zei ik al. Wordt het niet... Zijn mensen niet steeds banger voor jou? Nou, banger weet ik niet, maar ze komen wel steeds minder graag. Ja, je bent jezelf aan het opheffen. Feitelijk. Ja, maar wij hebben altijd een troef. En dat is namelijk, als iemand geen zin heeft, dan maakt hij maar zin. Ja. Dus dan komen we naar jou toe. Ja, dat... Ik heb bijvoorbeeld over 2 weken in Pak de Macht Rutte. Nou, interview aanvragen mocht allemaal niet. Ja, ik denk, dan wacht ik hem gewoon op. En dan lukt het ook, hoor. Dus dat doen we ook vaak. Waarom jou ook helemaal niet uitgenodigd, maar je stond vanmiddag... Ik stond gewoon. Maar een hele andere gast. Ja, ik had nog een vraag. Maar vind je het spannend? Want het zijn zulke machtige partijen soms, weet je? De Talpa en ik bedoel, het zit half in de televisie. Jij werkt ook in de televisie. Ben je niet bang? Nou, ik denk mijn droom om ooit nog Lingo te doen, dat die, die kan ik laten varen. Maar verder niet. Nee. We leven in principe in een vrij nette democratische rechtsstaat, als het goed is. Ja. Maar mocht ik op een gegeven moment verdwenen zijn, dan kan je op ons YouTube-kanaal kijken tot wanneer heeft hij gefilmd. Ja. Jezus, ja, maar het is wel een beetje, mensen vergelijken ons wel eens. Dat we allebei soort geëngageerde programma's maken met een mening. Maar mijn verschil, ik zit hier lekker met mijn gekke giletje achter een deskje. Er staan die metaaldetectors, die mensen moeten allemaal door een poortje en zo. Maar jij loopt gewoon de straat op, met je grote bek, op zoek naar criminelen. Ja. Wat bezielt je? Ja, ik denk, los van dat Boos dat format is, ik ben heel pragmatisch. En als iemand, ik zeg het, dus als iemand geen zin heeft, dan maakt hij maar zin. En dan denk ik, ja, die vraag moet toch gesteld worden. Kijk, een politici die gaat nog wel eens naar een talkshow, of die komen bij jou misschien nog wel zitten. Die hebben nog electoraal iets te winnen. Als je een grote CEO bent of een oplichter, ja, dan heb je natuurlijk helemaal nooit iets te winnen, behalve je aandeelhouders of je eigen bankrekening. En dus wij denken, nou, die verantwoording is soms wel goed, dus ik ga dan maar gewoon. En waar komt die behoefte vandaan om dat soort programma's te maken en dat soort mensen te willen spreken? Ja, ik denk dat ergens een aversie naar ongelijke machtsstructuren is, om even het saaie verhaal te vertellen. Ja. En ik denk dat journalistiek daar heel goed bindmiddel in kan zijn. Ik denk hetzelfde als waarom jij hier zit. Ik heb jou ooit ergens horen zeggen, je hebt een soort schil van macht en daar buitenom zit dan satire, overal grap over kunnen maken. Nou, ik denk datzelfde gevoel. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een gezonde... Dat denk ik ook, ja. Nee, maar dan nog snap ik niet waarom jij de straat moet hebben. Was je als kind ook al zo, hier met die flippo's klootzak? Ja. Okay. Vind je wel. Ben je nog bezig? Is er iets wat je niet kan primeuren, maar misschien ben je een spannend onderzoek aan het doen? Iets aan het... Ja, we zijn met een paar grote dingen bezig. Eentje daarvan, daar zijn we al een tijd mee bezig, is de Belastingdienst toeslagenaffaire. Ja. En welke ambtenaar deed nou wat? En zit hij er nog? Dat loopt nog steeds, overigens. En daar was heel veel gedoe om.
En aankomende donderdag, dat is wel interessant. Daar, volgens mij opende jij je eerste uitzending van dit programma daarmee. Dat gaat over sportswashing. Dus het WK in Qatar bijvoorbeeld. Ja. Waarom de NOS dat uitzendt. Dus aankomende donderdag de directeur Gerard Timmer van de NOS... die zit bij ons om zich daarover te verantwoorden. Dat is interessant. Dat is heel interessant. Dan moet je hem onze show laten zien, inderdaad. Ik denk dat hij dat wel gezien heeft. Hey, jij laatst las ik in een interview met de NRC. Gingen ze weer, dat stellen ze wel vaker, die vraag aan jou. Waarom wil je zo graag deugen? Waarop jij redelijk uit je slof schoot en zei, wat is er mis met deugen? Ja. Je deugt graag. Nou, nee, kijk, het is niet zozeer... Nee, ik ook. Ik deug wel graag, maar het wordt een soort negatief ding Het is toch bizar? Terwijl ik probeer gewoon geen klootzak te zijn. Nee. Wanneer is dit omgekeerd van... Ik weet het niet. Blijkbaar al deze mensen die lopen wel een verjaardag op... en dan spuren ze hun tante eerst in hun gezicht of zo. Ik besluit ervoor, doe dat niet. Sterker nog, Tim Hofman, ik zit me af te vragen... misschien deug ik wel meer dan jij. Tim Hofman, bij deze. Ik daag je uit tot een deugduel. Weet je het zeker? Ik denk dat je toch gaat winnen, maar we gaan het toch proberen. We kunnen punten uitdelen. Jullie mogen straks ook bepalen wie deze punten verdienen. We gaan gewoon snel beginnen. De eerste vraag is meteen de hamvraag. Eet je vlees? Nee. Nee. Eet je vis? Soms. Oh, dat heb jij? Ik ook precies hetzelfde. Ja? Ja. Gaan we gelijk op dan? Ja. Nog? Ja. Godzijdank. Ja, allebei een punt. Ja, gefeliciteerd. Mag ik je trouwens een hand geven? Ja, daar is consent voor. Ja, is consent heel goed van mij. Een punt van mij. Ik vroeg toestemming om een hand te geven. Oké. Okay. Je loopt over de stoep. Een oud vrouwtje wil de straat oversteken. Wat doe je? Ik help haar oversteken en daarna betaal ik een deel van haar pensioen. Jij? Ja, ik... Ik wilde je overtoepen met ik help oversteken, maar ik doe ook een mondkapje op. Maar dit is het toekomst. Oké, is er punt voor? Tim, ja, zeker. Puntje voor Tim. Oké, een doelvraag. Ja. Raap jij wel eens afval van de grond, van de straat? Even kijken, we gaan even testen. Hier is zo'n dingetje. Zo, en dan staat er een prullenbak, daar ligt afval. Wat doet Tim Hofman? Nee, ik ben absoluut altijd deze man. Ja. Dus ik pak dit. Dan doe ik eerst, laat ik iedereen dat zien. Dan wijs ik even naar mijzelf. Dan maak ik er een programma over en vraag ik om likes op een tweet. En dan gaat hij zo de prullenbak in. Maar ja, toch niet goed opgelet, want het was een glasbak. Dus, goed voor Ali. Het wordt nog spannend even zo. Kijken, ja. Even kijken. Volgende vraag. Je kunt de hongersnood in Somalië oplossen, maar dan moet je wel op CNN live het N-woord gebruiken. En niemand, je mag nooit ergens uitleggen dat je dat verband hebt gelegd. Het echt goede antwoord is dat je geen grappen maakt over zwarte mensen in deze context als je twee witte jongens op tv bent. Oh! Ja. En dit meen ik dan ook echt, hè? Dit meen ik. Ik maak toch geen grappen over zwarte mensen in deze context? Nou ja, nu is het toch twee jongens die dan problematiek voor zwarte mensen tot een grapje degraderen. Zo voelt dat voor mij. Oh, echt joh? Ja. Moet ik het nog ernstiger maken? Ik ga toch verliezen, denk ik. Nee, ik vind dat dit soort grappen mogen moeten kunnen. Ik verbied het je toch niet? Nee, dat weet ik ook wel. Nee. Oké, dit wordt vechten. Oké, volgende. Onderzoek wijst uit dat wij twee de enige op de wereld zijn die je nier kunnen afstaan aan Vladimir Poetin. Nee, ik haal hem eruit en eet hem dan zelf op. Dat is de enige keer dat ik vlees eet. Maar hij gaat niet naar Poetin, nee. Oké, okay, dat is... ik weet niet of het een punt voor wie is. Ja, maar is jij? Punt? Nee, ik zou het ook niet doen. Nee. Nee, ik zou niet rouwig zijn als Poetin uit een raam valt vannacht. Ik ook niet. Nee. Nee. Ik weet niet of dit de uitzending haalt, want dan lig ik volgende week. Ik wou zeggen, rustig aan. Allebei een punt. Thank you for watching, Mr. Poetin. Volgende. Voor iedere slavink die je eet, gaat er €1000 van de studieschuld van een student af. Wat doe je? Nou ja, ik ben zojuist toch weer begonnen met vlees eten, namelijk de nier van Poetin. Ja. Dus ik denk 3 slavinken per dag. Ja, om de studenten? Ik denk dat ik dat wel zou doen. Dat is niet echt een goede... Wat je had moeten zeggen was, je mag geen slavink zeggen, je moet zeggen tot slavink gemaakt. Maar dat mag waarschijnlijk ook weer niet. hoe vaak douche jij en hoe lang?
Eén keer per dag. Ja? Ga je niet nog na het sporten nog een keer douchen? Ja, ligt aan wat ik daarna moet doen. Dus soms douche je twee keer op een dag? Soms wel, ja. Oh. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Bovendien, met jouw uiterlijk hou je een onhaalbaar ideaalbeeld in stand bij jonge mensen. Wat moet ik dan doen? Was je me nou aan het versieren eigenlijk? Is nee. Nee. Okay. Want dan ga je een programma over me maken. Nee. Hoe... Hoe vaak bel je je oma? Die leeft niet meer sinds afgelopen najaar. Maar ik doe het nog steeds iedere dag. Zo deug ik. Oké, okay, gefeliciteerd. Die heb je ook gewonnen. Ja, tuurlijk. Een applaus. Oké, okay, we zijn er doorheen. Ik denk, wie heeft er gewonnen? Noemen ze de naam. 3, 2, 1. Tim. Tim, je hebt gewonnen. Jij wint de wisselwokaal. 2022, gefeliciteerd. Maar... Als echte deugneus zeg je dan, nee, maar ik gun hem jou. Oké, dankjewel Tim Hofman. En jullie heel erg bedankt voor het komen en jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond, op naar de morgen. Succes met alles, Tim. Dankjewel. Hey, hallo mensen. Ik moet jullie iets vertellen en ik ben namelijk ergens achtergekomen. We doen namelijk na de avondshow ook altijd nog voor de lol samen met de gast even een spelletje. Gewoon onder elkaar. En nu blijkt dat dat steeds gefilmd is en dat dat allemaal gelekt is naar NPO Start. Raar toch? Nou, wil je weten waar ik het over heb? Kijk dan zelf maar even op NPO Start.